In het academisch ziekenhuis Paramaribo heeft er hedenochtend in aanwezigheid van president Chandrika Prasad Santokhi, de minister van Volksgezondheid en andere notabelen dan de opening plaatsgehad van de OK-afdeling, operatiekamer van de Heart Unit van Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ook nog een afdeling van de spoedeisende hulp. Voorafgaand aan de opening zijn er tal van speeches geweest. Zo hebben we gehad de directeur van het AZP, mevrouw Marika Redan, verder ook nog de minister van Volksgezondheid en ook nog de president. Wij voeren nu naar het volgende verslag vanuit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Velen zullen onze emoties niet begrijpen. Enerzijds verwacht de patiënt een optimale zorgomgeving, terwijl de realiteit ons leert dat er sprake is van een suboptimale zorgomgeving. Desondanks hebben wij reikhalzend uitgekeken naar dit moment en eindelijk na een lang voorbereidingstraject met onderbreking van enkele maanden gedurende de COVID-pandemie kunnen wij de nieuwe vleugel ICU en hartoperatiekamer formeel opleveren. Het Academisch Ziekenhuis is het vlaggenschip van de tweede en derde lijnzorg met diverse maatschappelijke functies en vervult elke dag een immense taak om te voldoen aan de zorgvraag. U moet begrijpen dat wij hier dagelijks meer dan 3000 patiënten dit complex moeten behandelen. Ik zei het al, hoe dan ook is vandaag een bijzondere dag. Een bijzondere dag voor ons AZP'ers, maar in het bijzonder voor het team van intensive care afdeling onder leiding van dokter Amdani. Maar ook het verpleegteam onder leiding van zuster Watson en zuster Bahadur. Maar ook een bijzondere dag voor ons haarteam onder leiding van Pieter Voogd en ook Rosita Bihari Singh, onze cardio-anesthesioloog. Maar waarom is dit project nou eens zo bijzonder? Dokter Amdani en Pieter Voogd en ook onze huisarchitect Rino, die hebben uitgebreid in de ander verteld over het project. Maar onze IC-afdeling is het kloppend hart voor complexe zorg. En heeft in de afgelopen jaren, ondanks de vele uitdagingen, zijn bestaansrecht bewezen, keer op keer. Deze afdeling is een volledige transformatie ondergaan en voldoet nu aan internationale standaarden. In 2023 gaan wij verder met fase 2 en is het de bedoeling dat wij uiteindelijk de oude IC-afdeling rehabiliteren en vervolgens 20 volwaardige IC-plekken hebben in dit ziekenhuis ten behoeve van die samenleving. Ik zal niet veel uitweiden over wat er precies gebeurt op de IC, maar ik wil wel iets zeggen over het team van de intensive care afdeling. Het team onder leiding van Nubien Ramdani, zuster Watson, zuster Bahadur hebben zich gedurende de COVID-periode onbaatzuchtig ingezet. Al in een vroeg stadium, maart 2020, heeft dit team zich ingezet om IC-capaciteit landelijk in kaart te brengen en te vergroten. Want ze wisten al dat IC een heel belangrijke rol zou gaan vervullen. Zo hebben ze van een lege zaal in het Wanika ziekenhuis een ICU opgebouwd voor opvang van COVID-patiënten. Helaas moesten wij al heel snel weer onze COVID-unit daar afbouwen. Maar gelooft u me, ze hebben AZ leeg geroofd, want ze hebben haast al onze apparatuur meegenomen naar het Wanika ziekenhuis om daar uiteindelijk een IC-afdeling, maar tegelijkertijd ook een COVID-unit te maken van het Wanika ziekenhuis. Ook in de andere ziekenhuizen is dit team geweest om te kijken naar IC-capaciteit en IC-capaciteit te vergroten. Maar belangrijker nog, ook in het Academisch ziekenhuis hebben ze haast in elk hoek van het ziekenhuis een IC-plek gecreëerd. Tot irritaties van andere disciplines, maar het moest wel. Ze hadden niet slechts de zorg over de COVID-positieve patiënten, maar ook de non-COVID-IC-patiënten. Wat velen misschien niet beseffen, maar een ware uitdaging. Misschien zelfs soms een nachtmerrie. U moet begrijpen dat dit team bestemd is om 12 patiënten te kunnen behandelen. 12 patiënten. En vervolgens hadden zij plotseling de verantwoordelijkheid over meer dan 28 IC-patiënten. Dus een team die uiteindelijk slechts 12 patiënten kan behandelen, moest in een kort tijdsbestek 28 patiënten behandelen. En dat hebben ze gedaan in dit ziekenhuis. Ze hebben lange dagen gemaakt, 12-urige diensten gedraaid. Emoties en nog eens emoties. Tranen en nog eens tranen. Ze konden nauwelijks op hun benen staan.
hebben zelf ook nog COVID gekregen. Maar ze zijn doorgegaan. Voor hun was het allerbelangrijkste, ieder met een overlevingskans, ook die kans te geven. Helaas heeft de realiteit ons ingehaald en moesten wij code zwart afkondigen. Het moeilijkste in een carrière van een medisch specialist, om ooit eens tegen een patiënt of familie te zeggen: helaas, er is geen plek, wetende dat er een overlevingskans is. En ik kan u zeggen, dit team, de specialisten, artsen, de verpleegkundigen en het ondersteunend team, als u het aan mij vraagt, verdienen ze een presidentiële onderscheiding voor hun onbaatzuchtige inzet gedurende de COVID-pandemie. Dr. Ramdani, zuster Watson, zuster Bahadur en die anderen, jullie hebben een geweldige job gedaan. Vandaag is het ook een mijlpaal voor hartchirurgie. Hartchirurgie is topklinische zorg. En we zijn er trots op dat wij in Suriname ons eigen team hebben. Onze eigen Sranamangs. Van de hartchirurgen, de cardio-anesthesioloog, de perfusionisten en OK-assistenten zijn allen Suriname. Jaarlijks doen we rond de 200 operaties, maar vanwege de huidige financiële situatie en natuurlijk de brain drain, doen wij veel minder operaties. Medische protocollen, apparatuur, kennisniveau, hetzelfde als in het buitenland. Daarom rekenen wij ook op de beleidsmakers en de minister, die weten dat wij ook ervoor zorg dragen dat wij dit onderdeel van topklinische zorg zoveel als mogelijk waarborgen voor die samenleving. We hebben een basiszorgwet, wat feitelijk alle diensten in de zorg moet kofferen. En daar is er een gekoppeld premiebedrag aan. En daar verdient de verzekeraar om uiteindelijk diensten te gaan vergoeden. Maar dat moet gaan veranderen. En dat gaat ook gewoon veranderen. Omdat de visie van het ministerie is dat topklinische zorg, waar we hier voor zijn vandaag, topklinische zorg, tertiaire zorg, parallel gefinancierd moet worden in het systeem. En dat de basiszorgverzekering er moet zijn voor de basisdiensten. En daartoe zijn er afspraken gemaakt. President, we zijn bezig het project voor te bereiden. En dat was ook de visie van de vorige minister van Financiën. Om alle disciplines binnen het zorgstelsel, directeur, we hebben gesproken over het zorgbudget. Om alle disciplines binnen het ziekenhuis. En het is zo mooi gezegd zojuist. U hebt het gezegd, 200 maal 6000 is 1,2 miljoen Amerikaanse dollar. Dr. Ramdani heeft net genoemd $7,5 miljoen, wat het de staat kost. En dit is precies de gang waar we gaan naar. Wat moeten we voorbereiden? Wat kost topklinische zorg ons feitelijk? En moeten wij inderdaad die parallel financiering doen? Of kunnen we het incorporeren in een premietarief? Naar mijn mening, als we dat gaan doen, nog steeds het basissysteem aanhouden, gaat het systeem zichzelf niet zuiveren. Dus we moeten de belangrijke, dure, complexe tertiaire zorg eruit lichten en in een project gieten waarbij er een parallel financiering komt voor deze zorg, waardoor er garanties zijn. Het is simpel uitgelegd, maar zeker niet makkelijk uitvoerbaar. En de gelden, de commitment van de politiek, de commitment van de regering, die moet er ook aanwezig zijn om dat zeker te kunnen garanderen. En de verzekeraars uiteraard, die hebben ook een verantwoordelijkheid omdat die uitvoering moeten geven aan een bij wet vastgestelde basiszorgverzekering. Met dit gegeven wil ik hiermee aangeven dat wij vanuit de regering serieus kijken en goed op de hoogte zijn dat deze dure topklinische zorg gegarandeerd moet blijven voor de Surinaamse samenleving. Want het is een segment, een klein segment van die samenleving die hiervan gebruik maakt, maar het vormt wel een enorme financiële druk op die gezondheidszorg. Dat is mijn conclusie na 2,5 jaar, waarbij we meenemen dat COVID ook veel in ons heeft wakker gemaakt. Hoe zou je omgaan met een patiënt die niet alleen ernstige hartproblemen heeft, maar vrijwel alle andere organen die functioneren niet. En daarbuiten rollen zoveel mensen, want ze zijn dan aan het huilen, want ze weten wat er gaat gebeuren. En die patiënt heet Suriname. En zo heb ik als leider van Intensive Care Unit van de regering Suriname gekregen. Met al deze problemen. En wat ga je doen? Wat ga je doen? Scan alle deskundigen. En het blijkt financieel uitgedroogd.
Salarissen kunnen niet worden betaald. 4 miljard schuld. Die kunnen niet worden afgelost. Begroting 19 tekort. Begroting 19% tekort. Kasreserve leeg. Internationale reserve leeg. Importdekking 0 weken. En de drang van schuldeisen, betaal me. Anders. Dat is macro. Wat die scan laat zien. Maar je gaat verder microscopisch bekijken op nationaal niveau. En dan zie je hier zoveel schuldeisers. Dan zie je hier geen vervangingsinvestering. Dan zie je hier de human being, de human resources, die in feite ook een beetje hopeloos beginnen te worden. Maar om dit probleem op te lossen, hadden ze nog meer dan 5000 mensen aangetrokken om op te lossen. Die ook betaald moeten worden, maar het waren allemaal ondeskundige mensen. Dat is wat we aangetroffen hebben. Precies in dezelfde situatie. Wij krijgen ook wallen onder de ogen, want wij maken ook 20 uur per dag. Maar ik ben niet eens dat er geen wallen zijn in Nederland hoor, daar zijn er wel. Uiteindelijk staan we hier na 2 jaar. Internationale reserve ruim 1,3 miljard Amerikaanse dollar plus. Kasreserve 355 miljoen Amerikaanse dollar. Begrotingstekort van 19% naar 3,3%. Economische groei van min 8% naar, zoals IMF dat voorspelt, boven de 1% groei, positief. Dat is macro-economics. Dat is nodig. Want jullie konden niet alleen, jullie hebben luchtbrug gecreëerd. Bijstand ingeroepen, dat hebben we ook gedaan. Van internationale financiële instituten, van IMF. En die hebben gezegd, dit is die window waarbinnen we die operatie gaan plegen. Dus precies zoals jullie die planning maken. En deze zijn de parameters. En als je die parameters niet haalt, then the window will be closed. Dat is bij de boek. En nu komen we daar. We hebben nog 2,5 maand om een paar zaken te realiseren. Als prior conditions, prior actions en site conditions. Binnen medio maart moet het af zijn. Anders loop je risico dat die window gesloten gaat worden. Dat zijn toffe maatregelen. Inmiddels hebben we weer een goede reserve opgebouwd, financiën. Maar de sectoren die zijn daar. En je moet alle sectoren gaan bedienen. Wij gaan komend jaar werken met prioriteiten binnen sectoren. Er zullen 6 sectoren zijn waar we gaan investeren, zwaar investeren. En gezondheidssector is één van ze. Maar natuurlijk hebben wij die macro-economics. En nu gaan we naar die meso. Micro zijn al begonnen. Goed in beeld, in kaart kunnen brengen na een goede scan. En dat is wat die kracht hier zal zijn. Namelijk high-tech, state of the art. En dit is wat ik constant aan die minister vraag. U gaat van deze regering alle ondersteuning krijgen. Maar geef me alle scanresultaten van alle financiële stromen. Geef me die primary balance van die gezondheidssector wat ik nodig heb. Inkomsten, besteding, waar gaat het naartoe? Want dit hebben we gezien van Suriname. Waar er nog tot en met juli 2020 nog geleend moest worden om ook vakantiegelden te betalen. Waar nog augustus 2020 nog een klein beetje geleend moest worden. Maar daarna is er nooit geleend om salaris te betalen. Omdat we dat plaatje hadden en we wisten waar die efficiëntie ingebouwd moest worden. En we wisten waar bezuinigd moest worden. Dat heb ik nodig. Alle details heb ik nodig. Van gezondheid, maar ook van alle ziekenhuizen. En wat dat betreft, directeur, ben ik zeer kritisch en zal kritisch blijven
totdat die gezondheidssector in rust is gekomen. Is er nog onrust binnen de gezondheidssector. En die rust moet komen op alle niveaus. Vanaf beleid, vanaf management, vanaf overlegstructuren, vanaf human being, human resources, vakbond, specialisme. En die rust moeten garanderen. Want waarover praten wij uiteindelijk? Wij praten over de toekomst van het land. Die wij met onze 600.000 mensen moeten gaan ontwikkelen. Ja, wij gaan het moeten ontwikkelen. Niemand anders gaat het komen doen voor ons. En daar zijn die sectoren van oil en gas, de agrarische sector. Maar ook ons ecotourisme. En zoveel andere sectoren. Maar als die gezondheid niet gegarandeerd is, hebben we geen human being, hebben we geen human capital. Als de levensverwachting van een burger gaat zakken, omdat gezondheidssystemen niet goed werken, omdat equipment er niet is, wat voor garantie hebben we dan als land dat we onze toekomst kunnen gaan ontwikkelen? Dan moet het besluit nemen, dan gaan we het met buitenlanders doen. Dan gaan we andere mensen hier moeten halen om het werk voor ons te doen. Wij zeggen, we kunnen het. Daar waar we ondersteuning nodig hebben, die moeten we binnenhalen. Maar uiteindelijk moeten we het zelf doen. En daarvoor hebben we gezonde mensen nodig. Die in staat zijn om bijdrage te leveren aan die ontwikkeling. En een onderdeel hiervan is de gezondheidszorg. En gelukkig zie ik, want nauwelijks een paar weken geleden hebben we de discussie gehad met de artsen, de verpleegkundigen, zorgpersoneel en de basisgezondheidszorg met RGD-artsen over de healthy lifestyle. Wat moeten we daar doen? Want waarom is die gezondheid duur? Omdat het te veel doorstroomt aan zieke mensen en dan is het onbetaalbaar. Nou, dan moeten we een systeem creëren dat daar die gezondheid komt. En ze hebben een geweldige strategie ontwikkeld. Dus in een zelfboekvorm aangeboden aan mij, waar alle details zijn opgenomen voor de gezondheid te creëren vanaf geboorte, hoe men gezond kan leven, gezonde voeding kan gebruiken. En ik heb zelfs aangeboden die 10.000 ambtenaren die betaald worden en die niet productief zijn, neem hier, train ze als gezondheidswerkers. Gebruik ze als gezinscoach in die wijk, in die buurten, om die gezondheid op te voeren, om die beweging daar op gang te brengen, om sport te promoten, om gezonde voeding te promoten, zonder dat je die groep extra hoeft te betalen, want ze worden al betaald en ze worden niet productief ingezet. En dat allemaal tegen de achtergrond van die public sector reform, wat ook uitgevoerd wordt. En tegelijkertijd die investering die ik ook zie in de verschillende RGD, diensten, dat is belangrijk voor die basisgezondheid. En wij zeggen, laten we investeren in die gezondheid. Maar als mensen ziek worden, moeten wij als land 100% de garantie kunnen geven dat er mogelijkheden zijn voor de zieke mens om die zorg te kunnen krijgen, om die behandeling te kunnen krijgen. Tot en met het hoogste niveau zoals vandaag intensive care units, maar ook hartchirurgische afdelingen, omdat dat vertrouwen creëert. Dat creëert garantie dat er gelet wordt op mijn leven. Dat er geïnvesteerd wordt in mijn leven.